Dames, heren, jongens, meisjes, ik ben hier vandaag met mijn grootste vriend. Ja, ja, leuk. Ik zie de titel van het filmpje alweer. Leuk hoor. Ik zag deze video voorbij komen en ik dacht, hier moeten wij samen even wie, naar kijken. Wie heeft het gemaakt? Meme Trender. Meme Trender. Ik probeer sappige content. Hier, het is en blijft een levende legende, die Milo. Ja. Je merkt dat Rob zijn eigen onzekerheid projecteert. Oh, ik ken het filmpje niet, maar dit is zeker waar. Dit is een fatshame compilatie. Vaak wat er dan in gebeurt is dat mensen dan zeggen dat jij niet dun bent. Maar vaak is dat wel omdat mensen zelf onzeker zijn. Dus dan gaan ze andere mensen shamen. Tuurlijk, ja. Pesters zijn vaak heel onzeker. Ja, dat zijn de meest onzekere mensen die er zijn, ja. Zie jij zelf als een onzeker persoon? Ja, ik pest toch nooit iemand? Nee? Lelijk hond. Nee. Je bent nu niet op je dikst op dit moment. Nu? Ja. Nee. Wanneer was je op je dikst? Ik denk wel midden corona. Ja, ik weet dat toen we een paar van die video's opnamen, gewoon aan, van die spelletjes. Ja, ja. In Casa de Huts. Ja. Was ik echt chubby, man. Was ik echt chubby. Wow, wat is die dik. Dan ga ik kijken. Wat is dat hier? Maar dit heb je toch nog steeds? Nee. Dit heb ik nog steeds, ja. Als je loopt... Dit was daarna hoor. Maar als je loopt... Zie je dat? Nee, dat zie ik niet. Natuurlijk zie ik dat. Ik ben helemaal niet blind. Ja, natuurlijk zie ik dat. Elke stap. Ja, natuurlijk zie ik dat. Nou en? Maar dit is nog niet eens vetje. Dit is gewoon je film. Die wordt gewoon gefilmd. Ik ben gewoon dit. Yo, moet je de gast die dit heeft gewoon een BH aan, omdat het anders op YouTube... Dit ben jij, joh! ...geflekt als een naakte borst in beeld. Zo, sta... Je zou zeggen dat ik het soms ook wel eens om doe. Zo, wat een dikke cheat is, hè? Nee, dat is gewoon slecht. Kijk even, Die Rob is ook, nooit een intelligente... Gat, wat drinken wij daar, joh? Dit is Philips bier. Kijk, ik heb dus een goed idee. Je moet misschien wat minder van dit drinken en wat meer. Oh, de vrienden van Erb zijn er weer bij. De vrienden van Erb. Ja. De vrienden van Erb hebben mij gevraagd om jou te laten afvallen. Oké, vind ik tof. Dus zij kwamen met het idee van, kan je misschien naar de 7 minuten... niet de Milo Fatshame compilatie kijken en hem dan een Erb-fles aanbieden. Wie zet er nou in de titel hoe lang het duurt? Erb mensen, dames en heren, je drinkt water, maar door geur... Hier, ruik eens. Zo, dit is splitje. Nee, dit is niet splitje, dit is... Nee? Dat is... Water mee? Ja. Ja, dat kan wel. Ja, maar ik denk dat het dus belangrijk is dat mensen wel begrijpen dat een Erb-fles is dus niet een waterfles. Nee, want het is veel meer dan dat. Ja, meer dan dat. Ja, want een waterfles, dat doe je water in en dan drink je op. Maar hier, ruik je de pot, 0 calorieën. Misschien is het idee voor jou om dan, stel je gaat binnenkort weer naar een fastfoodketen of je denkt, nou, ik gooi toch weer even een ding in de airfryer. Dat je in plaats van dat wat ongezond drinken... Even vanavond, ja. Ja, dat je dan een lekker Erbje erbij. Goed idee. Ik had een vriend, die was dan ook aan het diëten. Toen gingen we naar Swarmaten, had hij die kapsel omgesteld, maar echt een grote kapsel. Ja, mag ik er wel water bij. Diëten. Zo'n kapsalon. Dat kan je net zo goed met Erb doen natuurlijk. Ja, daarom. Ja, daarom. Erb, bedankt voor het sponsoren. Doe maar even saus toch? Oh, ook nog eens. Ja, je bent dik, dus veel saus. Nee, gewoon een beetje, dat gewoon voor het lekker, weet je wel. Dat is voldoende voor jou, hè, dik nek. Echt persoonlijke veten is dit. Persoonlijke veten. Ook gewoon een beetje saus erbij. Ja, natuurlijk, dat is wel heerlijk. Ja, dat is wel lekker. Ga je zwemmen met shirt, Milo? Maar jij bent zo dik, je zit niet aan. Ik zie ook wel even aan. Oh, hij is afgevallen. Oh, ik zei wel, je bent aan het afvallen. Nou, dat vind ik... Dat is een compliment van mij. Wow, wat een ongelooflijk grote orka. Dat is wel een leuk eindje. Ja, dat kan ook door mijn lengte komen. Zo, zie dit, die is vlot. Dat is vlot billetje. Erg vlot. Ja, vlot billetje dit. We zitten even een frietje. Ja, ja, ik ook. Je ziet dit. Elke kans die grijpt hij ook aan. Je hebt hele dikke tieten. Die zijn lekker op de barbecue. Ik ga erop. Soort filet. Maar zie je zo meteen? Ja, Roel ook hoor. Ja, Roel ook wel hè. Die hebben we nog gekost, wat volgens die hot gekomen. Dat is zo zweer. Dat is echt een mooie avond. Daar gingen de knoopjes. Oh, wat tieten man. Ik geef aan dat ik het niet wil, maar ik hou het ook echt niet tegen. Een serieus vraag. Ooit met een vrouw bed gedeeld met kleinere tieten dan jij hier hebt? Zeker. Ja? Ja? Ja, zeker. Zeg meer over die vrouw dan over mij hoor. Blijf je respect niet af. Maar koude, dikke mensen die gaan jou achterna, Milo. Jij bent het slechte voorbeeld, omdat je ook een dikzak bent. Maar hij gooit elke keer de kleur echt dik, hè? Hij gaat niet echt om te kunnen zeggen, ja. De Martin, is dat voor schaap? Ja, dat is een schaap. Dat is een schaap van overheid. Jij niet, hè? Nee hoor. Nee, hè? We zijn al wakker. We zijn al wakker. Het is echt gewoon heel heet. Je wil je shirt laten? Ja, nee. Dat je dik bent. Ja, dat zeker. Dikke lichaam.
Ja, dit gaat er veel opvallen. Hij is er zo aan het aanzuigen. Oh. Want je ziet Matt en Roel, die registreren niet eens. Zitten er gewoon bij. Oh, oh, die stoel zakt erin. Ja, maar als ik door die stoel zak, dan komt het niet goed uit. Nee. Maar dit is ook pech. We zijn er allemaal zeker doorheen gezakt. Die stoel was ook kapot. Maar ja, dat gebeurt natuurlijk nooit, want ik ben niet dik. Ja, oké. Ik ben te dik. Oh nee. Dat is een domme kudding. Wat ben je ook dikker? Ja, prima jongens. Dat is hartstikke duur. Jongens. Ik zat bij de McDonald's trouwens, dat wilde jij toch weer afspreken. Ik heb dat niet voorgesteld. Jawel. Maar als we toch een rap en een milkshake naast zouden kunnen halen, ben ik daar best wel bij. Oeh! Niet verpesten! Jongen, jij bent toch zo tantoe dik. Je echt een frustratie. Voelde zich aangevallen. Ja, zitten. Niet springen onder invloed van drugs of alcohol. Ik doe gewoon alsof ik dat niet ben. Dit ding bouw ik best wel ergens. Respect niet. Daar loopt al hoor. Oh god. Oh, dat gaat natuurlijk niet goed. Dit is helemaal niet gemaakt voor digitale mannen. Oh. Ja, hij gooit gewoon 2 beneden hierheen. Maar dat is Roel zelf ook. Ik vind wel, ik normaal in het dagelijks leven met gewoon een kantoorbaan, als ik echt niet zo vaak op aangepakt. Maar we doen ook echt vaak met zo'n GoPro-tuigje, waardoor precies die tieten worden geklemd en zo. Ja, hoe vaak doe je dat in een normale baan? Ja, dat jij in een zwembroek met je tieten met een badmutsje op in een badmutsje. Dat zou niet voorkomen. Dat wordt niet vaak. Dit is schattig. Ja, dat is cute. Ja. Mag ik misschien even lekker liggen tussen je dikke spekkie? Absoluut niet. En toch doen. Heerlijk. Kijk hem even hier. Waarom hebben we dat? Tyfus. Ah. Dat is geen vet, Jim. Nee. Dat je vieze daar bent. Nee, oké. Maar het is wel weer dat eten film. Gaat altijd dat eten film. Ook met al die stories van Mattie altijd. Ja, maar Mattie die doet het om. Want hij is nog geen één keer hierin voorgekomen. Hè? Nee. Iedere keer geeft hij wel het voorzien in de uitzending. Ja, iemand hele handen M&M naar binnen op zijn showavond. En dan zo'n story maken. Maar we zeggen dat Mattie zegt dan van. Die gaat aan jou filmen zo van. En dan zegt hij van. Is het lekker, Milo? En dan zegt Rob van. Ja, vieze dikzak. En hier zit alleen vieze dikzak in. Terwijl Mattie heeft altijd het voorzien. Dat is echt zo, ja. Vieze voorzien geven. Dat is echt rustgevend, man. Heerlijk, hè? Het is een heerlijk weggetje. Ga jij nu? Ja, ik ga al. Is die zo leeg? Oeh, dat is een low-key. Dit is een low-keytje. Ja, omdat je dus dan denk ik... Ja, die is onhuis. Ja, omdat je dan... Dat zegt hij denk ik, omdat hij dan vindt dat je... Hard rijden, dan leuk hard rijden. Ja, hard rijden. Ja, dit is helemaal niet leuk. Ja, je gunt antwoord je niet. Ik ga even door de drive hoor, wacht even. Ho! De Mackie! Ja, ik moet toch even door de drive heen. Geen keus. Ja, maar ja. Ja, je hebt stereotype, je probeert het zelf ook niet weg te halen. Ja, gaat het niet om. Ik had gewoon lekker zin in een milkshake banaan. Even een milkshake banaan halen. Ja. Een milkshake banaan en 6 nuggets van je. Is die dikke Milo nou eens eentje weg? Top. Nu ga ik erop nadenken. Doei. Dag hoor jongens. Tot zo. Doei. Milo, jij bent echt een homo. Fuck you met je spektieten! Mag je Milo wel romig noemen? Kijk, nee, Milo is gewoon dik. Milo is een beetje Caroline van de Plas. Caroline. Het probleem met Milo is dat hij dat niet van nature is. Tuurlijk wel. Ja jongen, je kent dat broekje toch uit al die oude voetbalvideo's. Maar zijn pa is ook gewoon dik. Hans, sorry. Ja, over mijn vader mag je alles zeggen, dat boeit me niet. Okay. Maar meer, jullie zitten hier terwijl ik niet eens bij ben over mijn dikheid te praten. Dat vind ik niet tof. Jij hebt een nekje gehaald. Ja, dan kan je toch in mijn gezicht dat zeggen. Ja, dat is waar. Wees maar dat doen we niet. Zeg eens een keer in mijn gezicht, wees een vent. Nee, durf ik niet. Vind je Hans romig? Ja, Hans is dik. Nou ja, dan is Milo ook dik en niet romig. Vindt Hans zichzelf dik? Nee. Oh, want hij staat net in de drive. Jongen. Ik ga hem even facetimen, ga ik hem even confronteren met dit hoor. Want hij noemt mij altijd dik. Waar ben jij joh, vuile vetjanus? Ik ben onderweg jongens, ik ben onderweg. Ja, dat zal wel weer hè, met je dikke tieten. Ik ben onderweg jongens, jullie krijgen mooi niks. Met je dikke tieten. Ja, die Rob, die vindt het te mooi. Die vindt het echt te mooi. Dikke tieten. Wat is er nou leuk aan? Friet met mayonaise. Waarom ben je zo dik? Teringhonden, laat mij lekker even eten. Oh, het is 7:45. Het stinkt ook. Ja, jij ruikt heel lekker, jij. Waarom film je? Ik kan ook nooit gewoon iets eten, gewoon. Onbewaakt moment is die camera meteen weer... Oh, je bent lekker aan het eten, Milo. Klootzakken, zuur. Dat is het ook altijd. Het is helemaal niet zo gek om daar een frietje te bestellen. Het was 7 uur 's ochtends. Ja. Zo, wat een bek, hè? Ja! Ze is een bek in! Ja, leuk, wat een spek, wat een spek. Is dat echt heel leuk? Is dat echt een grap? Ja, prima. Je hebt je zo leuk. Ja, ik heb dus mijn rug verbrand op vakantie. Ik zou jammer ook al die schilvers er vanaf kunnen. Au. Maar waar heb je die verbrand? In de zon of bij zo'n glijbaan? Dat er zoveel wrijving op kwam. Ik heb zo geen leuk. Man. Maar dit vind ik nog wel. Dit is echt een origineel iets. Ja, een intelligente vetshaming. Die rolproblemen. Spek die. Dikke spek die. Met je dikke tieten. Speklap, kom er maar in. Bij spek daddy. Oh, wat een... Wat is dit shot ook? Dit is niet eens een grote shot. Nee, dit is zo. Je ligt echt
op de grond. Ja, ja, ja. Maar dat komt bijna omdat je gewoon dik spekkies hebt. Gewoon negeren, niet. Sorry. Vind ik niet leuk. Nu was dan een linker van de boot en die boot kap zijn bijna. Zullen we snel doen? Aan welke kant van de boot staat Milo? Ja, donder op die trap! Als ik dat leuk vind de hele tijd, die trap. Kijk, als ik hier, had ik echt niet dat die boot dan helemaal... Oh, dat gaat wel helemaal diep. Had ik zelf onderschat. Ik dacht, dat zal niet gebeuren. Maar we verder wel. Spekkoek, spekkies, speklappen! Spektieten! Hoor je al gewoon hard lachen? Hoor je dat? Ja, die vinden het zo prachtig. Ja, jongen. Wat lach jij? Hey Matt, kan ik? Hey, wij gaan dit doen, hè? Ik zie dit gezellig. Wij hebben een leuke middag. Hey, jij hebt spekkoek. Ongunstig. Sorry, maar waarom heb je dit shirt aangedaan? Oh, die heb ik zelf gekozen. Net als dit, heb ik ook zelf gekozen. Als we hier tussen... Jij krijgt het, bij jou kan het een rekje niet dicht. Oh. Nee, je bent ergens in Milo mee. We hebben allemaal lekker een ijsje. Ja. Lekker ijsje gehad. Je hebt er weer twee. Maar kijk hoe klein deze is. Dit kan toch niet één, dat is eigenlijk anderhalf. Ze maken ook een punt, want ik heb zo'n klein ijsje bij. Gewoon even fruiten, lekker erbij. Ik heb die kip alweer op zeker, hè, bolle? Dat is helemaal niet waar. Nu ik dit zo zie, ik heb 6 minuten van die 7,5 gekeken. Hoe vaak ik eigenlijk wel niet word aangepakt hierop? Ja, je wordt echt vaak aangepakt. Ik denk dat het niet minder is geworden de laatste tijd. Nee, maar die grap is toch wel een keer klaar, zou je zeggen? Spekkie? Nee. Wil je misschien even uit de fles even spoelen? Tuurlijk. Heerlijk spekkie. Verdomme, dit is bizar lekker. Ja, dit is echt heerlijk hoor, een spekkie. Voor alle spektietjes die houden van een gezellige alcoholische avond, is hier spekkie. Niet te verwarren met buikspek, dat hoor je niet te drinken. En dit wel. Heel veel. Ik heb helemaal niks voor die voorzet gegeven. Dat ik zelf mag betalen bij de liberijen. Hey, met al geklets over die liberijen, ik begin wel weer een beetje trek te krijgen. Oh, het zou weer niet. Vet jong. Ben jong. Ik ga even kimbeling halen. En ik doe let's go, dat ik klaar ben. Ik ga 300 gram halen met een flinke toef saus. Van die rijke godde saus. Ben je klaar? Heb je 3000 calorieën op? Ja. Ja. Jij eet zo gemakkelijk 3000 calorieën in te filmen. Ik ben dik. Sinds wanneer is het gedeelte van de video eigenlijk ook om mij af te gaan zeiken zonder reden? Dat had maar niemand om gevraagd hoor thuis. In welke wat van wereld leven we dan? 3000 calorieën is toch helemaal niet heel veel om te eten. Ja, normaal in je 2500, dat was je echt 2 uur middags of zo. Ja. Huh? Oh ja, wacht, dat is wel veel, ja. Die gaat de lunch maken. Heb je weer friet gegeten vanmorgen? Nee. Alleen een witbolletje met kaas. Milo, we love you. Even een dansje nog, zie je? Ja. Oh, die doet ook mee. Milo, ik beloof nu dat ik jou nooit meer dik ga doen. Dit vind ik een deal. Dus schudden we de hand op. Oké. Okay. Vind ik een deal. Alleen het is dat vooral Rob moet eigenlijk doen. Ja, maar Rob gaat het zeker niet maken. Echt, zonder Rob was deze compilatie 1 minuut geweest. Ja, dat was de 1 minuut Milo Fetch Jam compilatie geweest. Ja. Koop Arab en drink het ook. Er staat een link in de beschrijving. Mensen, bedankt voor het kijken in deze video. Milo, dankjewel dat je erbij was. Ik heb er zo van genoten. Ja, dat snap ik, ja. Ja. Huh? Uit de grond, man.